Mag ik even langs rijden? Ja, jongen. Dan breng je even in. Oh, wat lekker, hè? Is goed, hè? Waar kijken we naar? Ik kijk naar een boerderijken uit 1720. Een stadsboerderijken. Het laatst bewoond geweest door opa Jansen. En heeft hij tot in het begin jaren 70 is het dus ook bewoond geweest. Aha. Dat ziet er prachtig uit. Zullen we er even omheen wandelen? Helemaal goed. In Bredevoort staat dit piepkleine boerderijtje. Een rijksmonument dat er jarenlang vervallen bij lag. Sinds deze zomer is het helemaal opgeknapt en zoveel mogelijk teruggebracht in oude staat. Harm. Zo. Komt erin, jongen. Snel dicht. Ja. Ik ga eens even kijken, hoor. Ja. Is dit nou een beetje een historisch verantwoorde opstelling? Zo was het echt. Dit was het, Harm. Hier tafel, bedstee, haard. Ja, hier leven de mensen. Hier stond vroeger nog een fornuis, want hier werd ook nog gekokt. Hier zaten ze met elkaar aan tafel en dat was het eigenlijk. Ja. En hoe kan het nou dat jij, want jij was 56, ja, dat jij daar zoveel vanaf weet? Een beetje bijgeleerd het laatste jaar. Ik ben mijn hele leven internationaal chauffeur geweest en dat ging eigenlijk niet meer. Vrachtwagenchauffeur? Ja, ja, ja. Internationaal? Internationaal. En daar had je geen zin meer in? Nee, gewoon veel zitten en toch wel dusdanig veel rugklachten dat je dan eens bij de dokter komt. En dat er dan eens een fotootje gemaakt wordt. En in het fotootje hoef je geen dokter te wenen, hij dan zelf ook ziet. Hij zegt van nou, hier is meer aan de hand dan ik zelf dacht. Rug versleten, kapot, klaar, ja, einde verhaal. Ja, ja. Nou staat het ook op papier. En wat stond er eigenlijk? Ja, nou een beetje in dokterstermen, maar dat ik niet meer terug kon keren in mijn eigen beroep. Ik ben in de ziektewet, zo heet het dan, vanaf februari dit jaar. En vanaf dag 1 al wel gedacht van, ik ben een positief mens. Van als dit dan niet meer lukt, misschien is het op een andere manier wat. Dus zodoende wil eigenlijk bij het boerderijken terechtkomen. Ja. Ja. Het is echt om verliefd op te worden. Er gebeurde niks met. Het stond maar te staan en er stond een bordje te koop voor. En ik heb een goede vriend zo goed gekregen, die wie net zo enthousiast was. Om hier een bord op te doen. En wie schrokken allebei nog wel een beetje. Nou, u heeft het. U heeft het. En nu dan. Ja. En toen wil samen eigenlijk het plannetje gewoon ontwikkeld van, nou, om te bewonen is eigenlijk niet helemaal geschikt. En dus vandoor een bed en breakfast. Voor het knappende kacheltje. Ja, het heeft ook wel iets. Onze Rika 2. Ik vind van wel. Mensen waren dichter bij elkaar vroeger. Tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen kamer. Iedereen doet zijn eigen dingetje. En echt met zijn af. Er is televisie en internet natuurlijk. Ja. En dat zijn ook twee dingen waar we bewust voor de kozen hebben. Wie heeft geen televisie in het huisje en wie heeft nee, als je het net wil leven als oma, dan heb je gewoon geen wifi. Dan heb je geen. Nee. Hier heb ik vroeger daadwerkelijk twee kinderen slopen. Wacht even, hè? Ja. Ja. Nou, dat is in het kader van het bed en breakfast verhaal, dat je toch wat wilt bieden. Geen televisie, nee. Geen wifi en wel een magnetron. Ja, we willen ook nog graag mensen binnennemen. Pas op de kop nog een keer. Oh, ja, dit is een beetje geschiedsvervalsing. Ja. Dit hebben ze in de jaren 70 gemaakt. Kun je ook in bad ergens zien? Nee, je kunt niet in bad, Harm. Dat gaat er niet worden. We hebben daar wel wat op gevonden. We vonden eigenlijk dat een moderne douche in dit huisje ook niet past. En we vinden ook dat mensen er wel wat voor moeten doen. Want mensen deden vroeger overal dingen voor. Nou, ben je dit een half jaar aan het doen? Ja. Wat heeft het jou nou opgeleverd? Want ja, het is zo'n verandering. Van vrachtwagenchauffeur, nu sta je in een soort ouderwetserig keukentje. Ja. Veel positiviteit, moet ik zeggen. Ik vind, dit is echt het ding wat mij zo ongeveer drijvend houdt. Vergeet je niet iets? Pas op uw hoofd. Net zei je nog, pas op de kop. Kop. Ja. Hierin? Ja, daar kan die in. Dit is de voormalige geitenstal waar ik nu ben. Ja. En dit is de douche geworden. Met een koddig gordijntje. Het verhaal is eigenlijk dat ik naar de plaatselijke loodgieter geweest ben. Ik zeg, wat waren nou de eerste douches in Bredevoort? En die man die kwam met een verhaal dat het een emmer was naar boven. En dan werd hij boven een emmer gegooid. Ik denk, nou, zo zal een douche eruit hebben kunnen zien. Hoe noem je dit hier, Hans? Nou, dit is de voormalige hooizolder. Nou, kom maar even dan. Moet ik er even binnen. Is dat voor je of is het helemaal niet goed voor je? Ja, voorzichtig aan doen, dan ging dat best goed. Ja? Zo, samen met Harm in bed. Kijk. Ja, leuk man. Ja. Ja. De ene dag gaat het beter dan de andere dag, maar ik schep hier vreugde uit. En vind dit gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik weet zeker dat het mijn ziekte goed doet. Nou ben je een beetje neergedaald in het boerderijken.
En je zei van, ik moet nog 30 jaar mee. Ja, op zijn minst. Nou ja, mijn leven. Ja. Kan je even 30 jaar vooruit kijken van mij? Hoe moeten die jaren eruit gaan zien? Nou, ik hoop inderdaad dat mijn gezondheid nog wat opknapt. Dat is wel een hele belangrijke. Dat ik gelukkig blijf met mijn vriendinnetje. Mm-hmm. En misschien helpt dit dan wel, dat je in zo'n oud, simpel boerderijtje zit, dat je leven steeds eenvoudiger wordt. Ja. Ik zeg, meer niet leiding nodig. Niet te moeilijk doen, Adam. Een bakje troost. Maar goed. Zo. Weet je wat ze vroeger ook deden? Je neemt maar een kaartje. Ja. Je slaat erop. Ja. In je hand. Tik. En als die een 3-stuk is, ja, dan mag je een wens doen. Oh, is dat zo? Mm-hmm. 3 stukken. Doe een wens. Niet zeggen, hè? Nee, nee. Ik heb hem gedaan. Tja, verschil moet er wezen.